Goedemorgen, wakker worden met dit uitzicht. Het is echt een droom die uitkomt. Ik heb nog nooit zo hoog gezeten in Hongkong. Ik kon vrij slecht in slaap komen, want ik heb een heel naar kriebelhoesje te pakken. En ik weet niet, ken je dat ook? Als je een kriebelhoesje hebt en dan wordt het alleen maar erger en erger en erger. Ik ga gewoon een pot honing inslaan, dat maar gewoon de hele tijd wegwerken in de hoop dat het dan maar gewoon weggaat. Maar vandaag staat eigenlijk niet heel veel dienst in de planning. Wij gaan zo lekker douchen en ontbijten buiten de deur. Mijn broertje komt straks deze kant op. Ik zei tegen mijn broertje, we zijn zo lui. Ik heb echt geen zin om de metro te pakken. Zou je alsjeblieft deze kant op willen komen? Dus hij komt straks deze kant op en dan gaan we samen lunchen. En vanavond gaan we wel naar Central. Dat is een van de belangrijkste districten in Hongkong. Daar gaan we gewoon chillen met mijn broertjes en vrienden. En vanavond gaan we misschien uit. Dus overdag gewoon super relaxed en dan 's avonds weer leuke dingen doen. En terwijl ik wacht op mijn vriend, ik ben eerder klaar dan hij, kan ik je net zo goed even laten zien wat ik aan heb. Dit is wat ik aan heb, een jurkje uit Shanghai. En een sport-BH eronder, want mijn croptops zijn nog niet gearriveerd. Die zitten bij mijn vriend in de koffer. En daaronder heb ik sokjes met sportieve strepen uit Zuid-Korea. En mijn zilveren schoentjes uit Taiwan. Ja, ik realiseer me dat dit zeker niet iedereen's smaak is, maar ik hou er niet van om altijd hetzelfde te kleden. Ik vind het ook leuk om me af en toe lelijk te kleden, om het zo maar te zeggen. Omdat ik het gewoon leuk vind om te experimenteren met verschillende stijlen. En de ene keer lukt dat natuurlijk beter dan de andere keer. Maar ik ben er blij mee. En als jullie het leuk vinden, dan kan ik jullie op zich wel vaker laten zien wat ik draag. Yay, gezellig lunchje met Nies. Yo, wat heb jij besteld, Nies? Wat is het? Beef rice. Beef rice? Ja, met curry en op een hete plaat. Stefan heeft pad thai en ik heb gewoon groenten gewokt op Thaise wijze. Hey, we zijn weer terug op de kamer. Ik ben echt zo moe, dus we gaan een dutje doen. En straks gaan we ons omkleden vanavond en dan gaan we naar het IFC Mall in Central. Ik realiseerde me net dat ik nu, als ik nu begin met vloggen, dat niet helemaal representatief is voor hoe ik de afgelopen 2 maanden heb gereisd. Want ik heb echt heel veel in hostels gezeten. In Indonesië wel in privékamers. Maar absoluut niet zo luxe als op dit moment. Dit is gewoon echt mijn vakantie. Hongkong was ook echt bedoeld als een soort tussenstop tussen al mijn reizen. Hierna ga ik door naar Thailand. En dan ga ik wel weer gewoon over op het hele backpacker gebeuren. Ik dacht dat het wel leuk voor jullie is om te zien hoe je zeg maar, ja, wat je allemaal kan doen in Hongkong, omdat ik hier al best wel vaak ben geweest en mijn broertje woont hier. Dus ik hoop dat jullie het toch heel leuk vinden om me ook in Hongkong te volgen en om te zien wat je daar allemaal kan doen. Mocht dat niet zo zijn of mocht je zoiets hebben van, joh, waarom film je dit niet of waarom laat je dit niet zien of dit is eigenlijk te veel en ik vind, weet ik veel, misschien vind je dat ik te veel klets, dat kan ook. Geef me please, please, please feedback in de comments, dat vind ik altijd heel erg fijn, want jij kijkt, ik maak deze video's voor jou natuurlijk ook omdat ik ze zelf heel erg leuk vind. Maar ik vind jouw mening ook heel erg belangrijk. Dus mocht je bepaalde opmerkingen of aanmerkingen hebben, laat dan zeker weten in de comments. Hey, ken je die grap van het middagbedje? Dat nooit ging gebeuren. Het is nu 7:30. En ik was gewoon eventjes op Instagram aan het kijken en een beetje op YouTube. En toen ineens, toen kon ik niet meer slapen, want ik was gewoon te enthousiast. En dan zie ik weer allemaal toffe dingen en jullie reacties en vet lief. En dan denk ik weer, editen. Ik wil gewoon nog zoveel meer mooie dingen voor jullie maken. Dus dat is ook wat ik heb gedaan. Ik heb geëdit. En dit is een kleine preview. Nog iets leuks. Stefan is zijn koffer kwijt. De koffer was gisteren niet overgekomen omdat zijn overstap in Frankfurt veel te kort was. Nou, op zich is dat vrij gebruikelijk. Dan krijg je gewoon je koffer de volgende dag in je hotel bezorgd. Maar het is nu 7:30 en die koffer is er nog steeds niet. En de nummers op het bonnetje wat hij heeft gekregen, die kloppen dus niet. In die koffer zitten al zijn kleren. Dus hij heeft letterlijk nu gewoon 1 setje kleren. Maar ook 1,5 kilo paaseitjes, koetjesrepen en al mijn lievelingskleren. Come on, vliegtuigmaatschappij, we hebben die koffer nodig. Dus we gaan zo meteen naar de receptie om even te checken of zij misschien de vliegtuigmaatschappij kunnen bellen of misschien iets anders voor ons kunnen doen. Dat moet eerst even geregeld worden. Ik ben trouwens een vete begonnen tegen de kriebelhoest. Deze fles zat vanochtend nog vol. Nou, je ziet het. Nu is hij al bijna 30%. Ik neem geen halve maatregelen. Kriebelhoest, I'm coming for you. OMG, 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 OMG. De koffer is er! Oei!
En het ergste wat ik nog niet eens had verteld. De Beauty Gloss en Josh V. Jurk zit erin. Die had ik aan Masha gevraagd als verjaardagscadeautje. Ik zei echt, oh, ik vind hem zo mooi. Please, 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 please. Mag ik dat als verjaardagscadeautje? En ze heeft hem meegestuurd. Ah, ik ben zo blij. En ik heb paaseitjes. Daar was ik ook echt zo zwaar aan het kreven na Pasen. En koetjesrepen vind ik ook zo lekker. Ah, verse kleren. Ik heb hem gepast en hij zit perfect. Ah, ik vind het zo knap als je een pasvorm kan ontwerpen die gewoon iedereen goed staat. Hij is alleen ietsjes te lang, maar dan, dat komt gewoon door mij. Ik ben vrij kort. Trek er gewoon hakken onderaan. Maakt helemaal niet uit. En aangezien het een verjaardagscadeautje is, trek ik hem natuurlijk pas aan op mijn verjaardag. Volgende week vrijdag. Ah, ik ben er zo blij mee. Thank you, thank you, thank you. Dankjewel, panda. Yes, ik voel me echt weer een beetje vrouw. Ik ben er klaar voor om uit te gaan. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een top van de Monkey met een gestreepte, ik zie dat die niet goed zit, een gekruiste BH van de H&M. En ik heb een kokerrok die ik in Shanghai heb gekocht. 3/4 kokerrok. De schoenen van de Zara aan. Ik weet niet of je het kan zien. Oh, ik hou van deze hakjes, want ik kan er heel lang op lopen. En ja, dus ik ben vergeten om aan Stefan te vragen accessoires voor me mee te nemen. Dus ik voel me een klein beetje kaal, maar weet je, ik overleef het wel. Ik heb 3 maanden gedaan met alleen maar 7 t-shirts en een korte broek en 1 lange broek. Ik denk dat ik wel tevreden ben met hoe ik eruit zie op mijn eerste dag als non-backpacker. We geven heel snel eten. Dit is groentecurry. En Stefan heeft rijst met gegrilde kip en ei in een sizzling pot. Jonies, are you ready to party? Hell yeah. Ja. Met mijn backpack. Ja. Nies komt net van een voetbalwedstrijd. Dus die is snel naar huis gereisd. En nee, nu, niet eens. Nee? Anders je bent gewoon doorgaan. Gewoon gedoucht en klaar. Gewoon bam. Bam. Gewoon doorgaan. Dit is IFC 2 in The Dark Knight. Wanneer hij die dude gaat kidnappen. Weer terug vanuit Hongkong naar Amerika. Die accountant. Ja. Dan doet hij zo'n zipline naar dit gebouw. En dan vliegt hij weg. Vet. Yes, we zijn op IFC en daar heb je dus dit uitzicht. Hongkong is echt de reden trouwens dat ik verliefd ben geworden op Azië. Het is ook niet helemaal een Aziatisch land omdat alles zo geregeld is hier in vergelijking met andere Aziatische landen. Maar ik kreeg zeg maar mijn eerste smaak van Azië kreeg ik hier en ik was echt meteen verkocht. Love it. En wij gaan nu hier chillen op IFC met dit uitzicht. Super vet. Hey, we zijn ondertussen met een hele groep. We hebben boven gewoon lekker drankjes gedronken. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Er is hier een gekke Paul. Hij is de gekste van de hele groep. We gaan nu uit. Ik ben mijn stem aan het kwijtraken, want de kriebelhoes is echt zo erg aan het worden. Ik heb zo spijt dat ik geen hoessiroop heb gehaald. We gaan nu uit. Misschien kan ik nog wat leuke beelden zien. Het is echt zo gezellig. Ik vind het zo leuk met Hongkong. Daar kom je al heel snel met een hele grote groep mensen. Kom je bij elkaar en dan ga je gewoon drankjes doen en leer je heel veel nieuwe mensen kennen. Dus we gaan nu eventjes uit. Ik kijk even ook hoe lang ik het uithaal op mijn hakken. Want mijn voeten branden ook een beetje. Oh my god, dit is echt zo typisch voor Hongkong. Ik weet niet of het typisch is voor Azië, maar ik sta hier in de 7-Eleven. Ik was even aan het kijken voor strepsels voor mijn keel. En er komt echt een jongen die medicijnen studeert, komt naar me toe. Om alle doosjes met me te bereiken. Dan zegt hij echt van, ja wat voor hoest heb je dan? Lalalala. En hij zegt echt, ga naar huis. Als je mijn patiënt was, ik zou zeggen, ga naar huis. Pak je rust. Je gaat nu niet uit, want anders gaat het niet over. En deze dingen zijn eigenlijk helemaal niet zo goed voor je. Neem gewoon een paracetamol en ga slapen. Rust is het enige wat ik je kan aanbevelen. Hoe lief! Ik bedoel, hij is ook gewoon hier aan het uitgaan en hij komt me ineens helpen. Dus ik denk dat het nu dat ik nu gewoon naar huis ga en ga slapen. Want ik heb echt zo geen zin om ziek te worden. Ik ben al bijna mijn stem kwijt. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. En ik zie je morgen.